Goedemorgen. Een stipje op aarde, een stip in Europa. En duidelijk zojuist te zien op een satellietfoto van 900 kilometer uit de ruimte genomen. De stormvloedkering in de Zeeuwse Oosterschelde. Die over 3 uur geopend wordt door gesloten te worden. Of liever en duidelijker gezegd, in de komende 3 uur wordt de stormvloedkering van doorlaatbare pijlers hier in de Oosterschelde in gebruik gesteld. En hiermee wordt een gigantisch karwei afgesloten, de Deltawerken. Koningin Beatrix geeft dan het sein Zeeland veilig. Daarover gaat de nu volgende directe reportage die de NOS maakt met 11 camera's. Camera's van onder water tot in de lucht. Beelden uit de lucht ziet u nu terwijl onze helikopter gaat langs de hulpbrug die aangelegd is zo'n 7, 8 jaar geleden tussen het eiland Schouwen-Duiveland en het werkeiland Neeltje Jans. U ziet de file, want er is een ontzettende drukte. 25.000 man worden verwacht op het werkeiland Neeltje Jans om min of meer op plezierige wijze aanwezig te zijn bij de ingebruikstelling van deze stormvloedkering die u nu midden in uw beeld ziet. Het is schitterend weer. Het is nog een beetje nevelig, ochtendnevel. Maar de verwachting is wel dat in de komende 4 uur dat deze reportage zal duren, het weer buitengewoon helder zal zijn. Zodat we bijvoorbeeld een heel eind deze Oosterschelde nog binnenwaarts zullen kunnen bekijken. En zelfs in de verte de Zeelandbrug, laten we maar zeggen tussen Zierikzee en Goes, kunnen ontwaren. Dat kan nu niet, want nu ziet u dat de camera kijkt in de richting dat de zon schijnt. En dat levert niet het meest optimale beeld op. We kijken nu in, laten we zeggen, zuidoostelijke richting. De helikopter vliegt hier boven het uiterste puntje van het eiland Schouwen, waar het de geul de Hammen ligt. Die Oosterschelde is namelijk niet één groot gat, maar dat zijn 3 verschillende. Ik mag even op deze pijler wijzen. Op 10 augustus 1983 werd hier de eerste pijler geplaatst. Wanneer u u interesseert voor deze werken, dan zult u dat zich herinneren. En wanneer u een nachtelijk televisiekijker bent, dan zult u zich dat misschien ook herinneren. Want de NOS heeft dat toen in een directe uitzending 's nachts laten zien, hoe hier de eerste pijler van de 65 die geplaatst zijn in de Oosterschelde in de 3 verschillende stroomgaten zijn geplaatst, hoe wij dat hier destijds hebben uitgezonden. Ik vertelde u al dat de Oosterschelde eigenlijk niet één groot gat is. Het gaat om 3 verschillende stroomgeulen. De helikopter met onze camera vliegt op dit moment boven de Hammen. Dat is de meest noordelijke stroomgeul. En die serie pijlers loopt over in de Roggeplaat. De Roggeplaat is, ja, je zou kunnen zeggen, ook een soort werkeiland, net als dat Neeltje Jans, maar het is een stuk kleiner. Ook een voormalig zandplaat, een voormalige zandbank. We vliegen hier over die Roggeplaat en dan komen we bij het middelste gat, het middelste stroomgeul. Dat is de Schaar. En hier in de Schaar zullen de pijlers min of meer symbolisch straks gesloten worden door het laten zakken van de stalen schuiven die in die pijlers zitten. Dat zal gebeuren om 5 minuten voor 12. Om 5 voor 12 zal de koningin op de pijler die het meest links in beeld komt straks de hendel overhalen. Maar eerst moet de koningin hier natuurlijk nog arriveren. Op dit moment is het koninklijk gezelschap op het vliegveld Ypenburg bij Den Haag. Hier ziet u de aankomst op het vliegveld Ypenburg. Op dit moment om 9:57 van het vliegtuig uit Zwitserland met aan boord de bondsminister van Financiën. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de minister van Buitenlandse Zaken Aubert zou komen, maar die is ziek geworden. En misschien vindt zijn minister van Financiën, dat is minister Stieg van Zwitserland, het wel bijzonder prettig om op deze zonnige dag hier te arriveren. Zwitsers toestel met de Zwitserse gasten uit Bern.
op dit moment op Ypenburg. Op dat Ypenburg is ongeveer een half uur geleden gearriveerd de minister-president, de heer Lubbers, en de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Van den Broek. En ongeveer een minuut of 20 geleden is daar ook gearriveerd koningin Beatrix, prins Klaus, prinses Juliana, prins Willem-Alexander, prins Bernhard, prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven, die nu in de officiersmes van de vliegbasis de gasten verwelkomen. De aankomst dus van de Zwitserse gasten. Zo dadelijk, over een minuut of 7, wordt hier verwacht een vliegtuig uit de Bondsrepubliek. Met aan boord de bondspresident, de heer Van Weizsäcker. En het is ook de bedoeling dat hier nog gasten uit Oostenrijk zullen arriveren. Binnenkamers dus de koninklijke familie. Met overigens gasten die vannacht hebben gelogeerd in het Huis ten Bosch, namelijk koning Boudewijn en echtgenoten, de groothertog en groothertogin van Luxemburg, de erfprins en erfprinses von und zu Liechtenstein, de naam zegt het al, gasten uit Liechtenstein, en dan de hertog en hertogin van York, bij u beter bekend wellicht als prins Andrew en Sarah. Hier zijn we weer terug bij de Oosterschelde. Dit is het ingenieur J.W. Topshuis. Hier is de bediening, het bedieningscentrum zou je kunnen zeggen, het centrale punt waar ook de computers bediend kunnen worden die de schuiven bedienen. Ingenieur J.W. Topshuis, een van de eerste directeur-generaal van Rijkswaterstaat, daar is dit centrum naar genoemd. Hier zal ook een groot deel van de plechtigheden zich afspelen en de feestelijkheden met toespraken en al. Hier ziet u dus onze cameraman op de helikopter de meest lage camera in beeld gaat nemen. Op die eerste schuif, dat heet de S1. Die S staat voor schaar. En schaar is de naam van dit stroomgat, deze stroomgeul. Daar zit bij die eerste stalen schuif, linksonder, de cameraman gaat er nu op in met zijn camera. Daar is een camera gemonteerd, een dag of 2 geleden. En nou is het de bedoeling dat we straks, wanneer die schuif gaat zakken, dat is dan na 5 minuten voor 12, tussen 5 voor 12 en 1. U ziet daar links in beeld dat, het is nu duidelijk in silhouet ook te zien, die camera. We laten u even zien hoe een dag of 2 geleden die camera door onze NOS-mensen werd gemonteerd met behulp van een soort mammoetkraan. Het is de bedoeling dat deze camera, die voor kenners, het is een LDK-14, maar die zit in een speciale huls. Die camera zal dus straks met de stralenschuif onder water verdwijnen. En die zien we misschien nooit meer terug. Want ik weet niet wat die stormvloedkering allemaal zal veroorzaken aan extra stroomsnelheid, stroming van het water. Maar in ieder geval, ik weet ook straks niet of er echt iets te zien zal zijn. Maar het is in ieder geval een leuk idee dat we ook de zaak onder water nog in de gaten houden. Het is in ieder geval helder weer. En dan moet er toch, dunkt mij, nog wel het een en ander te zien zijn. Aanvankelijk waren er plannen om daar ook nog lampen bij op te stellen. Maar men had berekend dat die er toch al heel snel zouden afspoelen. Wanneer de stroom zich door het steeds nauwer wordende gat zou gaan persen. Dus daar heeft men afgezien. En bovendien zou je dan het effect hebben dat, ja, zo'n beetje als een automobilist in de regen of in de mist met vol licht, dan zie je eigenlijk ook niks. Dus we hopen maar dat er straks iets weer te zien is. Met deze mammoetkraan werd die onderwatercamera al dus geplaatst onder aan een hoek van de stalen schuif op de eerste pijler. Nou, de cameraman die keken of het allemaal werkte. En hier ziet u even een klein proefje door hem onder water te laten zakken. Nou ja, we zullen het allemaal wel merken. Dit was dus een stukje dat we 2 dagen geleden hebben opgenomen. Toen hier in deze
eerste pijler die u nu vooraan in beeld hebt, toen deze onderwatercamera daar op die stalen schuif, of liever gezegd onderaan die stalen schuif, werd geplaatst. Wij hebben hier ook cameraposities, want deze pijler, u ziet dat ook aan dat fraaie blauw, daar zal koningin Beatrix straks in feite de aanzet geven tot het laten zakken van de schuiven. Daar hebben wij ook twee camera's in positie staan die rustig afwachten wat daar gaat gebeuren. Daar zullen ook de diverse hoge gasten uit het buitenland een wandelingetje maken om een en ander in oogenschouw te nemen. Dit is de tweede pijler, de S2. Nogmaals, de S staat voor de schaar, zoals deze stroomgeul heet, waar de schuiven zullen zakken. En die maakt dit beeld, waarbij u op de achtergrond op de vaste wal ook weer dat topshuis ziet. En links in beeld, dus de S1, dat is nu duidelijk te zien, die eerste. Boven op het dak van het topshuis zit rechts de commentator. Maar dat zal u verder weinig interesseren. Ik heb daar een schitterend uitzicht. Maar ook daar staan twee camera's. En die maken dit beeld. Vanaf Neeltje Jans in noordwaartse richting. Een schitterend beeld van dit deel van de Oosterschelde stormvloedkering. Met de helikopter die u in beeld ziet, is de helikopter die een Augusta Bell die gebruikt wordt. Kijk, u ziet hier onze cameraman, die zit in de open deur en maakt zo, hopen wij, de hele dag door de prachtigste plaatjes. Ruud van Tuyl, cameraman in de open deur. Maar hij zit goed vast, heeft hij me verzekerd, dus u hoeft geen angst voor hem te hebben. Dit zijn de beelden uit die helikopter van cameraman Ruud van Tuyl, uit de Augusta Bell helikopter. En de helikopter zal nu straks op proberen te pakken in beeld een auto. En daarop is ook een cameraman met een camera, zodat we ook rijdend een en ander kunnen volgen. Maar die auto die staat aan de andere kant van het werkeiland Neeltje Jans. En dat geeft ons een goede gelegenheid om eens even een vlucht te maken met u over dat werkeiland Neeltje Jans. De tenten die hier nu in beeld komen, die staan hier doorgaans niet. Die zijn er voor de dag van vandaag. Voor die 25.000 bezoekers zijn er heel wat attracties zijn hier te beleven. Ach, daar komen we ongetwijfeld nog wel over te spreken. Aan dat andere eind van het eiland dat u nu in de verte ziet, daar moet die auto staan met onze camera. En daar is ook mijn collega Willem Benboom. Ja, dit is dan de noordzeekant van het eiland Neeltje Jans. En dat is de plaats waar straks de helikopters zullen landen met de hoge koninklijke gasten en de staatshoofden. We zullen dat ook uitgebreid allemaal in beeld brengen. Wat we ook nog gaan doen in de loop van de ochtend is meerijden met de stoet van gasten van hier naar dat topshuis waar Joop van Zijl zit. U krijgt dan een soort van rondleiding over het eiland. En dat doen we dan onder meer met behulp van een rijdende camera, ondersteund door de beelden waar u inmiddels aan gewend bent vanuit de lucht. Voor het zover is, zullen we nog een paar korte gesprekken maken met mensen die betrokken zijn en betrokken waren bij de aanleg van de Pijlerdam in de afgelopen 10 jaar. En dat is een zeer uiteenlopend gezelschap van mensen. Het is de bedoeling dat van het vliegveld Ypenburg zo tegen 11 uur helikopters zullen vertrekken met de koninklijke gasten, met de regeringsvertegenwoordigers van de diverse landen. Die vliegen dan per KLM Noordzeehelikopters hier naar dit eiland. En wellicht kunnen wij straks vanuit de lucht even zien waar die helikopters zullen landen, waar ze geplaatst zullen worden. Dat is ook aan de zuidkant van het werkeiland Neeltje Jans. Wij gaan nu in die richting. En hier ziet u die cirkels waar de helikopters zullen landen. Hier in die ronde cirkels zullen de helikopters geparkeerd worden. Hier staat onze reportageauto. Die ziet u links in beeld. Ja, hier een betere met de cameraman op het dak. Nou, er wordt dus niets aan het toeval overgelaten, ziet u met die 11 camera's.
U kunt tot 2 uur van alles precies getuige zijn. En u zit op de eerste rij. Hier dus beelden van Ypenburg, waar koningin Beatrix en prins Klaus staan te wachten op de aankomst van nieuwe gasten uit het buitenland. Het is 10:15 geweest. Volgens het schema zou dit moeten zijn een vliegtuig uit de Bondsrepubliek. Ja, dat is inderdaad een vliegtuig uit West-Duitsland. En hier zit aan boord de bondspresident, dokter Richard von Weizsäcker. De Luftwaffe op de militaire basis Ypenburg. Aan boord ook de echtgenote, vrouw von Weizsäcker. En beide zullen ook getuigen zijn van de plechtige gebeurtenissen op de Oosterschelde. Daar is bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland, Richard von Weizsäcker. Met militaire eer wordt hij begroet. Nu praat ik steeds over plechtigheden hier op de Oosterschelde. Het is natuurlijk allemaal wel een beetje plechtig, maar het is vooral ook erg vrolijk. En het is natuurlijk leuk dat er zoveel mensen hier nog aanwezig kunnen zijn. 25.000. Maar je hebt misschien in de kranten wel gelezen de excuses die al worden aangeboden dat niet iedereen daarbij heeft kunnen zijn. We komen daar straks nog wel even op terug. Ik bedoel op die pagina grote advertentie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hier worden wat gegevens verstrekt, mag ik aannemen. Want binnen in Ypenburg, in een van de gebouwen, is ook een demonstratietent waar de bezoekers uit het buitenland al een beetje vertrouwd kunnen worden gemaakt met datgene wat hier op de Oosterschelde vandaag plaatsvindt. Toevallig de vlag van de Bondsrepubliek in beeld, in Oostenrijk links. Ook daar zijn gasten aangekomen. Dat zou zijn de minister van Buitenlandse Zaken Jankovic. Die moet volgens mijn gegevens hier al binnen zijn. In die demonstratietent wordt uitleg gegeven door ingenieur Visser. Hij is hoofd van het bouwbureau van de stormvloedkering Oosterschelde van Rijkswaterstaat dus. En hij zal in het Duits, heb ik begrepen, daar de nodige toelichtingen geven, maar dat zal niet langer dan 10 minuten, een kwartier duren. Beelden van Ypenburg hier dus. En de gasten die daar waren zullen zo dadelijk hier op het werkeiland Neeltje Jans arriveren. Het is een drukte van belang langs de wegen. Dat wil zeggen dat is hier niet zo 1, 2, 3 aan af te zien. Maar er is, ja, het is toch heel moeilijk om hier te komen. Er is alleen maar een hulpbrug die loopt tussen Schouwen en het werkeiland. U hebt in het begin van de uitzending die hulpbrug even in beeld gehad. En dat moet allemaal hier over die brug hier naartoe. Dus dat gaat voetje voor voetje. De files zijn eindeloos en wellicht wel tot Zierikzee. De helikopter die nu uit uw beeld verdwijnt is een helikopter van KLM Noordzee Helikopters. Een Sikorsky S61N voor de liefhebbers. Die speciaal hier is gestationeerd voor rondvluchten. En tegen de schappelijke prijs, ik geloof van 4 tientjes of 45 gulden of zoiets, kun je dan een rondvlucht maken boven deze werken. Dat aanbod van de organisatie hier. En ik denk dat veel mensen daar wel gebruik van zullen maken. Want het is natuurlijk een enig idee om hier eens met een helikopter overheen te vliegen. Niets is leuker dan vliegen over eigen land, zeker als je de dingen herkent. En vliegen in een vliegtuig is natuurlijk ook wel prachtig, maar over het algemeen zie je niks. Zeker in die grote vliegtuigen niet, maar bij de helikopters met die schroef boven, dat is prachtig. Schitterend uitzicht. Maar ja, dat hebt u nu thuis ook, dankzij onze NOS-camera in de helikopter. We gaan nog. Onze helikopter vliegt nu langs de schaarpijlers. Dan vraag je af wat er allemaal onder dat wegdek. Daar moet trouwens een wegdek komen. Volgend jaar zo ongeveer zal de autoweg gereed zijn die hierover gebouwd wordt. Maar wat zit daar nou binnenin? Ja, daar kun je ook nog lopen. Hier hebben we beelden van wat men noemt de verkeerskoker. Daar zijn
hydrocontainers, elektrocontainers. Daar zijn, is bedrading, daar zijn hoge voltages, draden van de PZM, de Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij, tanks. En daar zijn ook, is ook de computerapparatuur waarmee de schuiven worden bediend. Er is verder niet zoveel aan te zien, maar het is wel aardig om nu toch even die zo'n pijlerdam van binnen door te lopen. Hier ziet u die bedrading waar ik over sprak. Want daar heeft men natuurlijk meteen handig gebruik van gemaakt. Die verbinding, die vaste verbinding, is er nu eenmaal tussen Noord-Beveland en Schouwen. En waarom zou je die niet benutten? U ziet hoe de helikopter ontzettend laag vliegt nu. Die vliegt ter hoogte van de schuiven van de pijlers. En dit zijn dus de pijlers in die schaar, in de stroomgeulschaar, die straks gesloten zullen worden. Nogmaals, dat zal tegen 11:55 gebeuren, maar dan duurt het nog wel 65 minuten eer het zover is. Die schuiven zijn niet allemaal, hebben niet allemaal dezelfde diepte. En de schuif die het eerste geheel gesloten zal zijn, doet daar toch nog met aanlooptijd zo'n 43 minuten over. En het geheel zal na 65 minuten gesloten moeten zijn, zodat om 1 uur de koningin kan roepen Zeeland veilig. En dat is dan min of meer symbolisch, want alleen deze rij pijlers zal gesloten worden, niet al die andere. Ja, hier zijn we binnen in dat ingenieur J.W. Topshuis. De man die zo was betrokken bij de beslissing wat er hier met de Deltawerken en met de Oosterschelde moest gebeuren. Hij is nu overleden, ingenieur Tops overigens. Maar zijn weduwe zal hier vandaag aanwezig zijn. En dat zal toch ook voor haar een grote dag zijn. Ingenieur J.W. Tops, hij gaf dus zijn naam aan dit Topshuis, het bedieningscentrum waar de panelen zijn en waar nu straks de gasten zullen arriveren. Nou, inmiddels wat fraaie muziek. Ik ken de compositie niet. Het lijkt me van Franse oorsprong. Dat Topshuis bestaat uit 4 verdiepingen. Dit is de begane grond. Maar het is wel de bedoeling dat straks de gasten van hieruit ook naar boven lopen. Er is een hele fraaie ronde lift, maar die schijnt straks niet gebruikt te worden. Het is nog een hele klim. Goed, hier hebben we het alweer even gezien, dacht ik. We gaan van de noordpunt van het eiland weer naar de zuidpunt, naar Willem Bemboom. Ja, we staan hier bij een van de mensen die vele jaren betrokken is geweest bij de bouw, de aanleg van de pijlerdam. De heer Slingeland, u was en bent nog steeds hoofduitvoerder. Het werk is eigenlijk nog niet klaar voor u, hè? Nee, het is inderdaad, het werk is, de kering wordt in gebruik gesteld, maar het werk op zich is nog niet klaar. Maar het grootste gedeelte uiteraard wel en het belangrijkste gedeelte wel. Maar alleen de afwerking en nog de uitkragingen, die moeten nog geschieden. Dat betekent het breder maken van de weg? Inderdaad, ja, de weg op de kering die wordt verbreed. Nu hebben er duizenden mensen al die jaren hier op Neeltje Jans en rond Neeltje Jans gewerkt. Zijn er veel mensen werkloos geworden? Want het werk is dus nu bijna klaar. Ik stel mij voor dat er een aantal mensen naar huis is gestuurd. Inderdaad, er hebben hier een enorm groot aantal mensen gewerkt. Maar het beëindigen van verschillende fases zijn er de mensen afgevloeid. Juist ook in een moeilijke tijd met hoge werkloosheid. In het kort was het wel eens moeilijk omdat mensen dus eigenlijk geen werk. Dat kon niet goed doorstromen. Maar over het algemeen zijn de mensen, dacht ik wel, goed terechtgekomen. Uiteraard, ik praat dus in het algemeen. Wat was nou voor u het hoogtepunt tijdens al die jaren van aanleg? Ja, dat is het hoogtepunt. Ik ben zelf betrokken geweest bij de pijlerbouw. Toen die put onder water ging, was dat dus nog op zich wel een afsluiting. Een dag als vandaag is uiteraard ook toch wel een hoogtepunt, ja. Wat was het moeilijkste bij alles?
Nou, u informeerde net al naar het afvloeien van mensen. Maar er is dus een periode geweest van inkrimping. Juist is in tijd van werkloosheid. Om dan de keuze te maken wie wel. En dat is toch wel zijn moeilijke punten geweest. Vriendelijk bedankt. Veel mensen komen hier kijken, maar dat is niet alleen vandaag. Al is een getal van 25.000 genodigd natuurlijk wel een topdag. Maar veel mensen komen hier ook per boot. De rondvaarten zijn hier praktisch ieder uur. En ieder uur is er veel belangstelling. De verkeersdrukte is enorm. Maar ik heb u al verteld, mondjesmaat kunnen de auto's maar toegelaten worden op dat eiland. Want er is maar één weg. Die heeft men ook tot eenrichtingsverkeer gebombardeerd. Dat wil zeggen, je kunt alleen maar naar het werkeiland Neeltje Jans toe. En je kunt er niet af. Dat point of no return, dat zal gepasseerd zijn na een uur of één. Dan denk ik dat je de andere kant weer op mag en dan kun je er niet meer op. Maar goed, dat zal in de toekomst wel anders gaan. We gaan nu met de camera in de richting van Burgersluis. Dat is dus het plaatsje in Schouwen waar men het dichtst is bij die hulpbrug die de verbinding heeft met Neeltje Jans. En dit is in feite de enige weg om de Oosterscheldewerken te bereiken. Maar dat, en u begrijpt dat natuurlijk ook veel maritieme liefhebbers hierop afkomen. En misschien wel op veilige afstand moeten blijven om security redenen. Maar het is een schitterend gezicht om hier Zeeuwse schepen op de Oosterschelde te zien. We gaan weer naar Willem Bemmel. Ja, we gaan het hebben over het milieu, want daar is het eigenlijk allemaal om begonnen. 10, 12, 14 jaar geleden gingen de milieugroepen tekeer tegen een dichte afsluiting, tegen een dichte dam. En iedereen die daar tegen was, verenigde zich in de Samenwerking Oosterschelde, de SOS. Een actiegroep waarin vissers, landbouwers, milieugroepen, alles vertegenwoordigd was. Voorzitter vanaf het eerste uur was meneer Boissevin. Had u 12 jaar geleden, toen u voorzitter werd, van dat samenbundelende actiecomité gedacht dat dit het resultaat zou worden? Nee, natuurlijk niet. Op dat moment wist eigenlijk niemand wat daar het resultaat zou zijn. Er is gevochten in die tijd, of gevochten is het eigenlijk het woord niet. Er is geweldig gediscussieerd over open en dicht. Nu, wij stonden een open Oosterschelde voor en de veiligheid moest natuurlijk gegarandeerd worden door de volging van de dijken. U heeft uw zin gekregen eigenlijk, hè? Bent u tevreden? Mijn zin gekregen? Nee. Waarom? De Oosterschelde is niet dicht. Nee, maar is ook niet open. En de dijken zijn ook niet verhoogd. U bent dus niet tevreden? Ik ben tevreden op een aantal punten, namelijk ik ben tevreden om de negatieve delen, namelijk dat de Oosterschelde niet helemaal afgesloten is. Verder ben ik natuurlijk blij dat de veiligheid nu eindelijk gegarandeerd is. Maar aan de andere kant, doordat het geweldige beslag dat deze dure Oosterscheldedam op het Rijksbegroting heeft gelegd, is de veiligheid in andere delen van Nederland nog steeds niet gerealiseerd. En dus om die reden kan je niet spreken van tevredenheid. Maar alles met al is dit natuurlijk een geweldig werk. Ik kan hier ook niet anders doen dan mijn petje afnemen voor de ingenieurs die dit voor elkaar gebokst hebben. Maar is dit nu eigenlijk datgene wat wij verwacht hebben? Dan zeg ik nee. Maar door uw acties is dus die half open dam geconstrueerd. Heeft u wel eens gedacht, al die discussies over die vele miljarden, die overschrijdingen, die kosten, dat heb ik en dat hebben wij eigenlijk op ons geweten, of niet? Of loopt dat niet zo? Absoluut niet, want wij hebben deze dam nooit gevraagd. Op geen enkel moment. Wij stonden iets heel anders voor. En deze dam is er gekomen vanwege een politiek compromis. En nergens andersom. Wij hebben hier nooit naar gestreefd. Dank u wel. En in al die auto's hier ver buiten Haemstede, in de richting Zierikzee, in al die auto's zitten mensen die waarschijnlijk verschillend denken over dit Oosterschelde-project. De een is er blij mee, de ander vindt het maar niks. En de ander denkt, ach, het is een compromis. Laat maar zo. We zullen over die politieke gang van zaken van destijds straks nog wel even praten. Want er waren twee cruciale momenten eigenlijk. Hier zit u mevrouw Smit. Zij is minister van Verkeer en Waterstaat. En wat dat betreft dus de bewindsvrouwen,
namens het ministerie waar ook Rijkswaterstaat onder valt. Dus de gastvrouw, zou je kunnen zeggen. Ja, nu we toch bij de minister zijn aangeland, daar zijn de nodige politieke problemen over geweest. Over wat er nu met die Delta moest gebeuren. De Delta-wet werd in 1955 aangeboden aan de Kamer. Dat was na de watersnoodramp van 1 februari 1953. U kent dat verhaal wel, toen 200.000 hectare onder water stonden en 1835 mensen verdronken, er 1,5 miljard schade was. Toen moest er iets gebeuren. En na een eerste vlucht zei al een ingenieur van Rijkswaterstaat, toen hij de omvang van de ramp in oogenschouw had genomen, toen iemand vroeg, moeten de dijken verhoogd of verzwaard worden? Nee, alles moet dicht, zegt hij, behalve de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. Wel, die Deltawet is in 1957 aangenomen door de Tweede Kamer en in 1958 op 8 mei door de Eerste Kamer. En toen was er dus een wettelijke basis voor de Deltawerken, waaraan overigens al was gewerkt ook voor 1953, voor de ramp. Terwijl we met u onderweg zijn naar Zierikzee en het enige vervoermiddel zijn die in tegendraadse richting zich voorbeweegt op Schouwen op dit moment, kan ik u zeggen dat er ook nog een tweede moment was waarbij de Kamer heel nauw betrokken, althans had moeten zijn, bij de beslissingen over wat er hier met de Oosterschelde moest gebeuren. Dat was in 1972. De zaak werd misschien iets vertroebeld door Tweede Kamerverkiezingen, maar het was zo dat het kabinet Den Uyl vond dat het milieu, er waren toen al veel milieuactivisten in het begin van de 70 jaren, meer dan in de 50 jaren, op voorstel van datgene wat het milieu zou eisen, zou toch iets anders moeten komen dan een dichte dam. Sommigen waren dicht, anderen wilden open en het compromis is geworden een doorlaatbare pijlerdam. Meneer Bogert, we liggen hier bij de Helena, uw mosselschip. U moet een tevreden mens zijn, want uw werk kan gewoon doorgaan nu. Ik ben persoonlijk zeer erg tevreden. Ik ben heel erg blij met die dam. Want toen de Delta werd aangenomen, toen was het een dichte dam. De Oosterschelde zou definitief worden afgesloten. En de mosselvisserij die was eigenlijk ten dode opgeschreven. Nu hoor je ook van collega's van u die zeggen de getijdenbeweging is teruggelopen, verminderd. Dat heeft aanslibbing tot gevolg. Het zand slaat neer. Dat gaat ten koste van de mosselcultuur. Ja, er is iets van waar natuurlijk. Maar natuurlijk, de bouw is nog niet helemaal af. De Philipsdam moet nog gesloten worden en dan komt er weer iets meer getijverschil. En wij rekenen erop dat alles gewoon goed komt. De hoofdzaak is natuurlijk een getijbeweging in de Oosterschelde met zuiver, helder, zout water. Uniek, nergens in Europa vind je het zo. U heeft de bouw van het begin af aan kunnen volgen, hè? Ik heb de eerste zandbak zien komen. En ik heb ook de sluiting gezien. Eerst ook met die, toen het nog een vaste dam zou worden. Ze hebben met helikopters proeven genomen. De eerste palen stonden erin voor de kabelbaan om het stenen te dichten. En toen kwam het besluit voor die half open kering. Hoe kijkt u er nu tegenaan? En toen kwam het besluit van een doorlaatkering en toen waren wij zo heel erg blij en we zijn er nog. Ja, we zijn er gewoon. Anders had het, ja, dat had de eerste keer, dat had de tweede stavoren geworden. Een dooie haven. Een dooie, een vergeten vissersplaatsje. En dan had je wat anders kunnen gaan doen in de fruit of weet ik wat, maar in ieder geval niet meer in mossels. Bedankt en een prettige dag verder. Graag gedaan. Ja, dat was dan een vertegenwoordiger hier uit de buurt van de oester- en mosselbranche. En dat is toch een branche die altijd goed is voor een omzet van zo'n 170 miljoen per jaar. We gaan met de camera nog steeds richting Zierikzee. En u ziet een eindeloze stroom van mensen die op weg zijn naar Neeltje Jans. Dit zijn de dieselmotoren die om 11:55 dus in werking gaan treden. Want deze dieselmotoren staan in het ingenieur Topshuis. En van daaruit, vanuit dat Topshuis, worden de stalen schuiven in feite bediend. Dit is misschien een mooi moment om bij u even te introduceren, André Burg.
Hij is weg- en waterbouwkundig ingenieur. Hij was bij de ontwerp en uitvoering van veel zaken hier betrokken. Met name bij de pijlerplaatsing. En André heeft met name de natte zaken. Daar horen dus niet die dieselmotoren onder eigenlijk. Inderdaad, de dieselmotoren die stonden ergens anders. Dat was typische droge waterbouw, zou ik haast willen zeggen. Ja, ik moet natuurlijk toch de historische en onvermijdelijke vraag stellen. Wat gaat er in je om als je met mij hier nu boven op dat topshuis naar die pijlers, naar die pijlerdam zit te kijken? Na al die jaren dat je hier gewerkt hebt en het in feite het werk gedaan is. Nou, er gaat fantastisch veel om. Het klinkt als muziek in je oren, al die korpsen die hier nu aanwezig zijn. We hebben dat helaas tijdens de bouw niet zoveel mogen meemaken. Fantastisch weer, hebben we ook wel eens een keer gemist. Maar in principe, als je nu ziet wat we na zoveel jaren bereikt hebben. Al die mensen, zowel bouwers als milieumannen en vrouwen. Waar dit in heeft geresulteerd. Ik vind het een ongelofelijke dag. We hebben net die dieselmotoren even gezien. Hoe werkt dat? Nou, precies zal ik het je niet vragen, maar ongeveer. Nou, het is wel aardig om even bij die dieselmotoren stil te staan. Die dingen die zijn afkomstig van de energiecentrale die wij hier hebben gehad. Wij moesten zelf onze energie opwekken voor de bouw van bijvoorbeeld die pijlers en ook andere zaken. Die dingen die zijn eigenlijk goed en wel ingedraaid, nu geïnstalleerd in het topshuis. En die gaan door een hoeveelheid stroom te leveren, de bediening maken van de schuiven. Ja, wij kijken inmiddels naar Ypenburg, waar koning Boudewijn en koningin Fabiola nu de demonstratietent die daar geplaatst is door Rijkswaterstaat verlaten. En ik neem aan dat zij op weg gaan naar de helikopters. Drie helikopters zullen de gasten vervoeren van Ypenburg naar het eiland Neeltje Jans hier in de Oosterschelde. De koning en koningin van België die de nacht hebben doorgebracht op het paleis Huis ten Bosch. Koningin Juliana. Ach, prinses Juliana moet ik natuurlijk zeggen, maar ja, dat na al die jaren. Zo goed als ik ook altijd nog graag mag spreken over caissons in plaats van pijlers. Want ja, als ik als jong radioreporter destijds nog heb meegeholpen, althans verbaal, om het Veerse gat te dichten, dan blijft het woord caisson in je hoofd zitten. Als je zoveel jaren met weer een sluiting wordt geconfronteerd. Prinses Margriet, prins Bernhard, Pieter van Vollenhoven. Twee helikopters stil op Ypenburg, maar in Zierikzee staan de auto's stil. Daar is het blijkbaar zo'n massale drukte en toeloop, ook met name dus uit de rest van de Randstad, dat allemaal uit de richting Rotterdam is gekomen en over de Zeelandbrug vanuit het oosten van het land en wellicht ook uit België. Zierikzee, hier prachtig, pittoresk plaatsje, dat we nu heel fraai vanuit de lucht kunnen zien. Maar daar heb je, als je in de file zit, weinig aan. Dus het autobusstation van ZWN, Zuidwest-Nederland. De autobussen zijn toestaan. Zierikzee heeft geen spoorverbinding, dus die moet het met streekvervoer doen. Prachtig hier, de skyline, als je dat zo oneerbiedig modern mag zeggen, van Zierikzee op Schouwen-Duiveland. We vliegen nu met onze helikopter in de richting van de Zeelandbrug. De verbinding die er, vaste oeververbinding die er al was hier op de Oosterschelde. U kent waarschijnlijk het markante silhouet van deze Zeelandbrug. En iedereen
die wel eens in een auto gezeten heeft, die zal ongetwijfeld wel eens die Zeelandbrug, die meen ik 5,5 kilometer is, ongeveer gepasseerd zijn. En hebben gemerkt dat je aan de zuidkant, als het ware, door een soort douane moet en een bedrag moet storten. Want die brug moet zich nog laten afbetalen. Nou, het is de bedoeling dat al deze mensen die tussen Zierikzee en de Zeelandbrug hier in de file staan, nog op tijd, als het even kan, hier op het werkeiland Neeltje Jans arriveren. Nou, dat lijkt me sterk. En televisie aan boord is nog geen normale zaak in auto's in Nederland. Dus zij zullen zich moeten behelpen met verslagen op de radio. Nou, hier zit er weer wat meer vaart in. De Zeelandbrug ziet u midden boven in beeld. Althans, dat zag u. Maar hier op Neeltje Jans, meneer en mevrouw agent, zo te zien. De bewaking is natuurlijk optimaal, mag je wel zeggen. Want daar waar zelfs de Franse president zal komen. Hier de bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland met koningin Beatrix. De bondspresident Richard von Weizsäcker. Bondspresident von Weizsäcker en ook koningin Beatrix zullen plaatsnemen in de eerste helikopter. Of die ook het eerst zal vertrekken, weet ik niet. Maar hij wordt in de papieren aangeduid als heli 1. Met ook aan boord prinses Margriet en echtgenoot prins Klaus, koning Boudewijn en koningin Fabiola. Prins Willem-Alexander is er ook bij, onze kroonprins. En verder, ik heb ze nog niet mogen ontwaren, het gelukkige stel uit Engeland, wie er huwelijk kreeg eind juli hebben kunnen inluiden, namelijk prins Andrew en de vroegere mevrouw Sarah Ferguson, nu genoemd de hertog en hertogin van York. Willem-Alexander neemt nu ook afscheid en wordt vriendelijk verzocht aan boord te gaan. KLM Noordzee-helikopters, bekende beelden die wij zien van deze helikopters. Al sinds 1962 bestaat deze dochtermaatschappij van de KLM. En ja, waar worden deze helikopters meestal voor gebruikt? Dat is voor de bevoorrading van de booreilanden en voor de aflossing van de bemanningen bijvoorbeeld. Maar ook voor het afvoeren van zieken, die bijvoorbeeld in de omgeving van het Elisabeth Gasthuis in Haarlem woont. Die wordt regelmatig opgeschrikt door helikopterlawaai wanneer achter dat Elisabeth Gasthuis op een geïmproviseerd heliveldje weer zo'n KLM Noordzee-helikopter landt met iemand met een gebroken been of afgeknelde vinger. Als het niet erger is wat er op de booreilanden is voorgekomen. Maar verder, en dat hebt u al eerder gezien, hier met een vierde KLM Noordzee-helikopter worden deze gebruikt voor rondvluchten. Maar ook voor bijvoorbeeld bouwkundige werken voor het hijsen van apparatuur. Zo'n helikopter kan ook fungeren als vliegende hijskraan. Het zijn Sikorsky's S61N. Voor de liefhebber, de N-versie is voor gebruik op water, op gestabiliseerde drijvers. Het is een toestel dat in 1962 op de markt kwam. British Airways heeft de meeste, volgens het Wereldhandboek voor de Luchtvaart in ieder geval. Maar hier zien we toch ook een heel arsenaal van de KLM. Sikorsky, een Amerikaanse helikopter. 41 jaar geleden vloog in de Verenigde Staten de eerste Sikorsky helikopter. Dat was de VS-300. Dat was de eerste bruikbare helikopter in de wereld.
En sindsdien bouwde deze fabriek zo'n 6000 en dan nog eens 1700 in licentie elders. Sikorsky, het klinkt allemaal niet zo Amerikaans, zo'n naam, maar u weet, Amerika is een melting pot, een smeltkroes van allerlei nationaliteiten. En Igor Sikorsky, dat was een Rus, een Russische vliegtuigbouwer die naar de Verenigde Staten is geëmigreerd. En Igor Sikorsky is de ontwerper van deze helikopters. Zo, de eerste helikopter staat op het punt te vertrekken. Helikopter met dus koningin Beatrix aan boord. Dit is de tweede. We willen volgens een bepaalde route vliegen. Via, dus vanaf Ypenburg, via Rotterdam. Dan over de Europoort Maasvlakte. Dan over de Haringvlietsluizen. Dan hebben de gasten al een aardig idee van wat hier allemaal weer voor groots is verricht in de afgelopen pakweg 30 jaar. Haringvlietsluizen, de Brouwersdam. Allemaal eerder gedichte gaten. En dan komt men onvermijdelijk over de Oosterschelde stormvloedkering, die zo dadelijk officieel in gebruik zal worden gesteld. Zo, wat mij betreft kunnen de helikopters starten, maar ik heb daar natuurlijk niets over te zeggen. Maar blijkbaar mag het nu ook van de air traffic control, van de vluchtleiders. En dan begint men aan een vluchtje van, ja, dat zal toch al met al nog wel een half uurtje in beslag nemen. Van inclusief het starten en het landen straks op het werkeiland Neeltje Jans, op de plaatsen die u al eerder in de uitzending hebt kunnen zien. En dan hebben we Ypenburg uitputtend gezien en zullen wij onze camera die daar aanwezig is niet meer hoeven te gebruiken. Daar het Zwitserse toestel waarmee de Zwitserse minister van Financiën is gearriveerd. Het toestel uit de Bondsrepubliek van bondspresident van Weizsäcker. En ook de Oostenrijkse gasten die ik niet zo 1, 2, 3 heb kunnen ontwaren. Maar in dat gezelschap bevindt zich de minister van Buitenlandse Zaken, dokter Jankovic. En wellicht hadden we kunnen rekenen op de, als we dat hadden gewild, op de komst van de bondspresident van Oostenrijk, dokter Kurt Waldheim. Maar na de verkiezingen daar hoef ik u waarschijnlijk niet te vertellen dat heel voorzichtig aan de heer Waldheim, informeel mag je wel zeggen,
te weten is gegeven dat op zijn bezoek aan Nederland geen prijs wordt gesteld door zijn oorlogsverleden. Zo, de hoge gasten allemaal gezellig samen in de helikopter. Prachtige dag ook om Nederland uit de lucht te bekijken. Een prima vervoermiddel ook, hoewel niet zo origineel als jaren geleden is gebruikt. Toen zowel koningin Elisabeth als bijvoorbeeld de Sjah van Perzië en nog veel meer hoge gasten uit het buitenland allemaal in een touringcar stapten om richting Bollestreek te gaan. Dat was een originele manier van vervoer voor hoge bezoekers uit het buitenland, dacht ik. Maar dit mag er ook wezen. Vraagt zich misschien af, wie zit er daar nu allemaal in die helikopters? Bijvoorbeeld in zo'n derde, wel, dat zijn over het algemeen adjudanten, kamerheren, hofdames. Kortom, de begeleiding van de hoge gasten. En daar komt nog een helikopter van de Rijkspolitie. Die zal mee opmarcheren, mag ik aannemen. De Rijkspolitie als een soort motorpolitie in de lucht. En dat allemaal, en dat alles, op weg naar het werkeiland Neeltje Jans. Goeie reis en tot over pakweg zo'n 20 minuten. Dan zien we die helikopters weer hier in de omgeving van deze schepen die hier op de Oosterschelde liggen en steeds naderbij komen naar de plek waar koningin Beatrix straks de officiële ingebruikstelling zal doen plaatsvinden. Zuidpunt van het eiland Willem Benboom. Ja, we hadden hier gepland een interview met een scheepsmakelaar, een firma uit Sliedrecht die zich bezig hield en blijft houden met de verkoop van de grote vaartuigen die speciaal zijn ontwikkeld voor de aanleg van de Pijlerdam. Die vaartuigen liggen nu nog allemaal in Rotterdam. En het probleem is eigenlijk dat de meneer die we wat wilden gaan vragen waarschijnlijk nog ter hoogte van Zierikzee in de file zit. Ik kan er daarom alleen in het kort iets van zeggen. Die vaartuigen zullen we straks zien in een documentaire. Schepen zijn voor een kleine 300 miljoen gulden speciaal ontwikkeld voor de aanleg van de stormvloedkering. Het probleem is nu dat ze eigenlijk aan de straatsteden niet kwijt te raken zijn. Geen land wil ze hebben, er waren wel opties, maar tot een daadwerkelijke verkoop is op één ponton na is het er niet van gekomen. Dat wordt dus straks veilen in kleine stukjes of doorverkopen aan de oud-ijzerboer. Dus toch een tegenslag weer voor Rijkswaterstaat. Nu we het over die schepen hebben, ik heb het u verteld, ze zitten in een documentaire. Dat is een korte samenvatting van de aanleg, de voorbereidingen, de bouw van de stormvloedkering. De beelden die u gaat zien beginnen in 1953 in Zeeland. De watersnoodramp van 1 februari 1953 in Zeeland. Een zware noordwesterstorm in combinatie met zeer hoge waterstanden veroorzaakt een groot aantal dijkdoorbraken. Er werden meer dan 1800 doden geborgen. Het verschijnsel is niet nieuw. Door de eeuwen heen kent Nederland grote en kleine overstromingen. Er is een voortdurende strijd met het water.
De regering besluit tot een tussenoplossing. Een stormvloedkering. 66 betonnen pijlers worden op de Oosterscheldebodem geplaatst. Daartussen worden grote stalen schuiven gehangen. Bij zeer hoge waterstanden, zware stormen, maar ook bij naderende olievlekken, kunnen de schuiven worden neergelaten om op die manier het achterland te beschermen. Het wordt dus een beweegbare dam. Beginpunt van het omvangrijke werk is de aanleg van een werkeiland, Neeltje Jans. Dit eiland is de basis van alle werkzaamheden. Om dit eiland bereikbaar te maken wordt een stalen brug gebouwd. Deze 3 kilometer lange brug is een van de langste in Europa. Maar dan wel tijdelijk, want volgend jaar, als de verkeersweg op de Pijlerdam klaar is, zal deze brug worden afgebroken. Neeltje Jans is eigenlijk een industrieterrein in de Oosterscheldemonding. Hier worden de onderdelen tevoren in elkaar gezet, buiten de invloeden van de open zee. Maar ook op andere plaatsen is activiteit. Bij verschillende werven lopen vreemdsoortige vaartuigen van stapel. Dit is er een van, de Mytilus, 50 meter hoog. Grote trilnaalden worden 15 meter diep in de bodem neergelaten. Door de trillende beweging van de naalden worden de zandkorrels in de bodem dichter op elkaar gepakt. De draagkracht van de bodem wordt op die manier verdubbeld. Terug nu naar Neeltje Jans, het werkeiland, waar een groot bouwdok is aangelegd. De bodem van dit dok, eigenlijk is het een soort polder, ligt 15 meter onder de zeespiegel. Hier zullen de 66 pijlers gebouwd worden die later hun plaats in de Oosterschelde krijgen. Omdat aan dit ongewone werk hoge eisen worden gesteld, krijgt het personeel extra opleidingen. De mensen die aan de bouw van de stormvloedkering meewerken, komen van verschillende aannemersmaatschappijen. Voor dit doel verenigd in de combinatie DOSBouw. Een betonfabriek op het werkeiland zorgt voor een constante toevoer van de belangrijkste bouwgrondstof voor de pijlers. In de betonnen constructies worden kabels gespannen om de stevigheid en de betrouwbaarheid te vergroten. Oh, kom Michel. Lekker. In een constante stroom worden honderdduizenden kubieke meters beton aangevoerd. Dag en nacht wordt aan de constructie van de pijlers gewerkt.
De pijlers beginnen nu vorm te krijgen. De basis van een pijler is 50 meter lang. De hoogte is 40 meter, gelijk aan een flatgebouw van 12 verdiepingen. In het stadium zijn de pijlers nog hol van binnen. Er kan bijvoorbeeld nog in gelopen worden. Na de plaatsing in de Oosterschelde worden de pijlers met zand gevuld om het gewicht te vergroten. Deze pijlers zijn klaar. Maar plaatsen kan nog niet, want er moeten eerst matten voor de fundering gemaakt worden. Die matten, opgevuld met zand en grind, dienen als basis. Een stevig vloerkleed onder de pijlers. De oppervlakte van zo'n funderingsmat komt overeen met de grootte van een voetbalveld. De mat wordt vervolgens om een drijvende klos gerold en naar de plaats van het afrollen in de Oosterscheldemonding gesleept. Het eiland is men inmiddels zover dat het eerste deel van de bouwput met pijlers onder water kan worden gezet. De bouwputten hebben nu doorgang naar open water. Om de betonnen kolossen te kunnen verplaatsen is een speciaal hefschip ontwikkeld, de Ostrea. Voor het eerst vaart dit logge schip de bouwput binnen. De Ostrea heeft twee hefportalen om de pijlers enkele meters te kunnen ophijsen. De ontwerpers bedachten voor dit schip een U-vorm, zodat het schip de pijler kan omsluiten. De Ostrea vaart als het ware om de pijler heen en tilt het gevaarte 4 meter van de bodem. In droge staat weegt zo'n pijler 18.000 ton. Zeg maar het gewicht van 18.000 personenauto's. En zo hangt het beton in de grijpers. De
Ostrea gaat op weg naar het punt van plaatsing. Inclusief de reis duurt het plaatsen van één pijler 3 volle dagen. Men verliest namelijk veel tijd met het ontwijken van ondiepten in de Oosterschelde. Zware hydraulische cilinders, zogenoemde pijlerbuffers, houden de kolos tijdens het transport op zijn plaats. Het te hijsen gewicht is, nu de pijler deels onder water is, geen 18.000 ton meer. Door de opwaartse druk wordt het totaalgewicht met 8.000 ton verminderd. En bij het bouwen van de Ostrea is hiermee rekening gehouden. De Ostrea nadert nu de plaats van het neerlaten. En dat moet bij goed weer gebeuren en alleen tijdens de laagwaterkentering. In die periode namelijk zijn de stroomsnelheden het laagst en kan het best gewerkt worden. Tergend langzaam laten de kabels het betonnen gevaarte zakken. Fouten bij plaatsing kunnen grote gevolgen hebben. De pijler mag slechts enkele centimeters afwijken van de vooraf berekende plaats. Reden voor grote concentratie bij de bemanning. En zo zullen de 66 pijlers worden neergezet. Bij slecht weer, storm, zijn er te veel risico's en moet het plaatsen herhaalde malen worden uitgesteld. Vertraging in de bouw en de oplopende kosten hebben vaak tot kritiek geleid. Er zijn veel tegenvallers die niet alleen voor vertraging zorgen, maar ook voor een forse overschrijding van de begroting. Ontwerpers en bouwers verkijken zich bijvoorbeeld op de hoge stroomsnelheden. En dat betekent dat veel plannen moeten worden bijgesteld. Al gauw blijkt ook dat mens en techniek niet altijd even goed op elkaar zijn ingespeeld. Bovendien maken de najaarstormen in 1982 het werken op en onder water wekenlang onmogelijk. Het gevolg van dit alles, een vertraging van 1 jaar... En dat kost geld. Ging men in 1976 uit van 3 miljard gulden aan bouwkosten voor de pijlerdam, nu komt het neer op 5,5 miljard. Halverwege de rit heeft het eerste kabinet Lubbers nog serieus overwogen om maar te stoppen met de aanleg en een goedkopere oplossing te zoeken. Maar na studie blijkt dat...
De drijvende bok vervoert de stukken beton naar de kering. Het plaatsen zelf is erg moeilijk, omdat de hele operatie zich onder water afspeelt. Beter zichtbaar is het plaatsen van de betonnen bovenbalken, die voor een extra verbinding tussen de pijlers zorgen. De stroming in de Oosterscheldemonding doet nu denken aan een wilde bergstroom. De stroomsnelheid neemt toe naarmate er meer elementen geplaatst worden en de doorstroomruimte dus kleiner wordt. De eb- en vloedstroom perst zich nu met een maximumsnelheid van 6 meter per seconde door de openingen van de stormvloedkering. De hydraulische systemen die de schuiven in beweging zetten, zijn vele malen uitgetest. Met kleine groepjes schuiven tegelijk. Want sluiting van alle schuiven bij zo'n test zou onnodige schade aan het milieu veroorzaken. Na vandaag zullen de schuiven vanuit deze centrale bediend worden. Het plaatsen van de laatste schuif luidt het eind in van 10 jaar werken. Alle grote elementen zitten dan op hun plaats. Om die laatste plaatsing gladjes te laten verlopen, wordt tussen alle vergevorderde techniek een beroep gedaan op een eenvoudige keukenflacon groene zeep. Zo, nu weten we van de hoed en de rand. Tot zover deze documentaire met een overzicht van hoe het allemaal zo gekomen is. We maken weer beelden uit de lucht van de stormvloedkering in de Oosterschelde, die zo dadelijk over 3 kwartier in gebruik zal worden gesteld door koningin Beatrix, die nu met het gezelschap op weg is naar dit punt. Met de helikopters. Prachtig is ook te zien hoe op de Oosterschelde alsmaar meer schepen komen aanvaren. Een ware Zeeuwse armada is op drift gekomen om hier getuige te zijn van dat bijzondere moment van de ingebruikstelling van de stormvloedkering. Hier hebben we een blik in de haven. Dat is de plaats waar de pijlers hebben gestaan die uiteindelijk vervoerd zijn in de richting van de dam van de stormvloedkering. En één pijler staat er nog, dat is de 66ste. Die zou aanvankelijk ook geplaatst moeten worden aan de kant van de Roompot en een andere geul hier in de Oosterschelde. Maar achteraf bleek het toch voordeliger te zijn om die pijler niet te gebruiken en de dam iets op te rekken. En zo werd, ik geloof nog enige miljoenen bespaard aan stalen schuiven en al dit soort zaken. In ieder geval, die ene pijler staat er nu nog. Daar kun je natuurlijk helemaal nergens meer mee naartoe. Dat ding staat daar muurvast en kan ook moeilijk weggesleept worden. Maar het is een aardige herinnering, een goed monument aan datgene wat we hier lange tijd hebben kunnen zien. De helikopters uit Ypenburg ziet u boven in uw beeld. De 3 KLM Noordzee-helikopters die tegen 11 van Ypenburg zijn vertrokken. Ik zit hier nog steeds in gezelschap met ingenieur André Burg.
weg- en waterbouwkundig ingenieur die nauw betrokken is geweest bij de diverse zaken die rond de Oosterschelde speelden. Ja, daar zien we die KLM Noordzeehelikopters, André. KLM heeft altijd zeer veel belangstelling gehad voor dit magistrale karwei. Hè? Ja, ik vind inderdaad dat dat best hier eens gezegd mag worden. De KLM heeft ontzettend veel moeite gedaan op de intercontinentale vluchten om beelden te geven van wat die Oosterscheldewerken inhouden, wat die Deltawerken inhouden. Dat heeft dan ook geresulteerd in flinke aantallen bezoekers, al of niet officieel, die deze stormvloedkering kwamen bezoeken en ze zijn er allemaal even enthousiast door geworden. Ik vind het dan ook erg leuk dat we hier de KLM bij het sluitstuk kunnen zien rondvliegen. Ja, die KLM heeft natuurlijk de nodige passagiers al kunnen noteren die hier met open mond komen kijken, net als trouwens naar de Zuiderzee werken. Ja, dat hebben ze zeker en we hebben ook dus met de KLM gepraat over hoe zij daar hun zaken hebben georganiseerd en dat gespiegeld met hoe we dat hier in de Oosterschelde zouden moeten doen. Hier hebben we nog een aardig beeld van de scheepjes en schepen die hier voor anker zijn gegaan om getuige te zijn van wat recht in uw beeld straks zal gebeuren op dat laatste stukje van die middelste serie pijlers, doorlaatbare pijlers. Wij kijken nu weer in die haven, zal ik maar zeggen, waar die 66 pijlers aanvankelijk hebben gelegen. En die ene moet daar dan nog steeds zijn. Dat ziet u daar midden in uw beeld praktisch. Dat zijn de oude bouwputten waar die pijlers hebben gestaan. U ziet nu die pijler die nog over is steeds dichterbij komen, André. Ja, misschien nog even iets daarover zeggen. Die pijler, dat heette de UIP. Dat was de universeel inzetbare pijler. Die we eigenlijk in reserve hebben gehouden voor het geval er iets zou gebeuren. Op een gegeven moment achten we de kans klein dat er iets zou gebeuren. En is besloten om die pijler niet in de stroomvloedkering in te zetten. Maar hem daar in dat bouwdok te deponeren. En daar is die afgebouwd. Eigenlijk als curiositeit. Ja, ik vind ook dat hij daar moet blijven. Het is een schitterend gezicht. Zeker toen ze er alle 66 nog stonden. Dat waren 66 flatgebouwen. Wat zeg ik? Kathedralen. Ja, zeker. Het zou nog mooier zijn geweest als we hem op de kant hadden kunnen hijsen. Dan is dat voor de mensen die na ons komen een aardige presentatie. Ja, maar ik denk dat hij onvertilbaar is. Want die Ostrea, dat is dat speciale schip van 72 miljoen. Willem Wenboom had het al over de miljoenen uitgaven aan speciale schepen die niet meer verkocht kunnen worden. Die Ostrea ligt nu ergens in Rotterdam te roesten. En kan hooguit nog in stukjes verkocht worden aan souvenirjagers of slopers. Die Ostrea, die kan hem er niet meer uittillen hier. Nee, maar dat kon die toch niet, want die Ostrea die kon hem niet boven water krijgen. Maar ik denk zo'n aannemer die zo'n werk kan bouwen, die zou ook wel in staat zijn geweest om die pijler op de kant te krijgen. Denk je niet? Waarschijnlijk wel. Over aannemers gesproken. Al die jaren dat hier gewerkt is, is er gewerkt met combinatie van aannemers. Dat betekent dus dat er één vaste prijs was afgesproken. Dat er bepaalde structuren waren voor de financiën met overeenkomsten over winsten en dit soort zaken. En dat heeft de aannemers niet helemaal windeieren gelegd, omdat het net in de luwte van de economie was dat dit gigantische karwei moest worden gedaan hier in de Oosterschelde. Er zijn twee aannemerscombinaties. De DOS-bouw, dat is de Oosterscheldebouw. DOS staat voor de dijk Oosterschelde. De DOS-bouw waarin bekende aannemers als Volker Stevin, Hollandse Beton, Van Oort, Ballas Nedam, Dirk Verstoep en Breenbout zitten. De Oosterschelde stormvloedkeringbouwcombinatie, die DOS-bouw. En dan heb je ook nog gehad de aannemersgroep met Hollandia Kloos, juist die van de broer van de heer Lubbers. En Groot Int, staalconstructiebedrijven, die zich nu met als woordvoerder de heer Van der Zwan ook hebben opgeworpen om in min of meer particuliere aanpak, maar niet geheel later zonder Rijksgeld, een brug te bouwen over de Westerschelde. Hoe werd zo'n gat nu vroeger gedicht? Wel, van twee kanten begonnen ze met een dijk en dan kreeg je een steeds nauwer gat. Dan werden er bijvoorbeeld in het Veerse gat in 1961 zeven caissons geplaatst. En op het laatste moment wordt die caissons dan volgestort. Later kwam het steen storten uit gondels. Dat is bijvoorbeeld in Gevelingen gebeurd.
dam is, kan dan hoger en er is minder stroming. De buitenhaven Noordland zagen wij in beeld, waar in de onmiddellijke nabijheid deze drie helikopters en ook die kleinere vierde met begeleidende mensen uit Ypenburg, die zitten in die kleinere Sikorsky S-76. We hebben een prachtige route achter de rug, de passagiers van deze helikopters langs Europoort, Poort, over de Maasvlakte daar, industrieterrein, langs de Haringvlietsluis en de Brouwersdam. En nu heb ik de indruk dat van de mogelijkheid wordt aangegrepen om nog even vanuit de lucht iets naders te zien. Ze maken een rondgang, een rondvlucht boven het eiland. De drie helikopters met de, ja, laat ik ze maar noemen, hoge gasten. Koningin en haar buitenlandse gasten. Nou, en voor zover de mensen door de file hebben kunnen breken, zijn ze dan nu ook gearriveerd op dat eiland Neeltje Jans. Als ik vanuit mijn commentaarpositie naar die werkbrug, die hulpbrug, kijk tussen het eiland Schouwen en Neeltje Jans, dan zie ik dat daar nog maar sporadisch een auto rijdt. Dus ik mag aannemen dat iedereen toch hier nog op tijd op zijn plaats is gekomen. Dit is die hulpbrug. Die werd gebruikt voor het vervoer van mensen en apparatuur en objecten naar dit werkeiland, voor zover dat niet over zee kon. Het is iets van 2800 meter lang, een kilometer of drie. En dit zijn de helikopters met aan boord koningin Beatrix en haar gasten. André, als we nu zo kijken naar die pijlers, dan denk ik, ja, het is net een soort ketting. Want de zwakste schakel is waarschijnlijk bepalend of het werkt. Je ziet een hoop beton en een hoop staal. En je denkt, dat is gigantisch en krachtig. Ja, inderdaad. Hij ziet er van de buitenkant af erg zwaar en solide uit. Toch moet hij worden gezien als een zeer lichte constructie voor de krachten die erop komen te staan. En het is misschien wel aardig om eens even te kijken naar hoe we dat ding hebben ontworpen. Daar zijn mensen van binnen en buiten het land mee bezig geweest. Wat er eigenlijk grofweg op neerkomt is wat we vroeger deden. Een golfwaterstand en een golfhoogte op de constructie zetten. Maatgevend was voor de belasting. En dan werd die berekend, ontworpen en gebouwd. Zijn dat van die zaken die in het waterloopkundig laboratorium gebeuren? Ja, het waterloopkundig laboratorium heeft er enorm veel aan gedaan. Enorm veel onderzoeken naar golven en golfcondities, naar stromingen. Bij de stormvloedkering is op die manier en met metingen buiten bepaald wat eigenlijk de kans is van een combinatie van een golf en een stroom. En dat is gespiegeld met de sterkte van de diverse onderdelen die zo'n kering vormt. Die twee zaken naast elkaar, die hebben uiteindelijk bepaald de faalkans van elk onderdeel van die kering en uiteindelijk de veiligheid van het land dat erachter ligt. Dus een totaal andere benaderingsmethode. Je zou kunnen zeggen een stochastische benaderingsmethode. Hoe? Een stochastische benaderingsmethode waar de statistiek een grote rol heeft gespeeld. Een moeilijk woord voor een betrekkelijk eenvoudig begrip. Ja, hier landt dan koningin Beatrix en die zal straks een hendel overhalen. En dan neem ik aan dat niet door die hendel die schuiven naar beneden gaat, maar dat er dan een seintje komt daar op het bedieningspaneel in het ingenieur Topshuis. Maar het kan toch wel zijn dat bijvoorbeeld in zo'n schuif niet naar beneden wil straks? Of is dat onmogelijk?
Nou, inderdaad, dat het probleem van een schuif die niet naar beneden wil, en op zo'n dag als vandaag is dat ja, misschien niet erg leuk, maar niet rampzalig. Dat is wel maatgevend voor de bouw van de stormverkeer geweest. Want normaal bij een extreem getij, bij een springtij, loopt daar een 5 meter per seconde stroomsnelheid doorheen. Maar bij een weigerende schuif, dan gaat dat orde 10 à 11 meter per seconde worden. Nou, je kunt je voorstellen dat dat geweldige belastingen zijn. Wel, hier komt de tweede helikopter aan met gasten uit Ypenburg. Hier zitten aan boord prinses Juliana, prins Bernhard, groothertog van Luxemburg en zijn echtgenoten. Ook de heer Lubbers is hier aan boord. De Oostenrijkse minister van Financiën en de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en Oostenrijk. Eigenlijk landen deze helikopters gewoon op de weg, zou je kunnen zeggen. Het is de weg die ligt tussen de buitenhaven Noordland en de binnenhaven Noordland. Dat zijn de twee havens aan de zuidkant van het eiland Neeltje Jans. En voor het zegt het al, de binnenhaven ligt dus naar de Oosterschelde toe, naar de binnenkant. En naar de buitenkant ligt de buitenhaven. Het is eigenlijk gewoon de weg. We lopen over de gehele lengte van het eiland. Het is een lang eiland, ik dacht een kilometer of 5 in lengte. Lopen 3 wegen. 1 grote weg, wat later de autosnelweg zal moeten worden, die dan zijn vervolg zal vinden naar beide kanten over de Pijlerdam. Maar links en rechts zijn ook nog kleinere wegen, zijwegen, ventwegen. En zo is bijvoorbeeld, u ziet dat daar op de achtergrond, in het midden van uw beeld, die auto rijden. Dat is een ventweg waar langs men bijvoorbeeld langs de gebeurtenissen in de zuidelijke havens, waar bijvoorbeeld een zeilwedstrijd is, de optimistenklasse, en ook de tenten met speciale attracties kan worden bezocht en bereikt. Speciale attracties, zang, dans en snarenspel. Namen als Anita Tower, Anita Meijer en Lee Towers zijn bekende namen. Met de rijdende camera zullen wij straks de stoet volgen hoe die over de zuidelijke zijweg, zal ik maar zeggen, de zuidelijke ventweg, naar het noorden van het eiland zal gaan, waar dan de plechtigheid zal plaatsvinden. Zo, dan zullen we op de eerste rij getuigen kunnen zijn of iedereen het er gezond heeft afgebracht, dit vluchtje. De koningin, de koning der Belgen en zijn echtgenote, koning Fabiola, de heer prins Klaus. En het comité van ontvangst bestaat uiteraard uit de commissaris van de koningin in de provincie Zeeland, dokter Bourtien. En hier ook aanwezig natuurlijk als gastvrouw, ik heb haar naam al eerder genoemd, mevrouw Smit, de minister van Verkeer en Waterstaat. Maar ook is hier de burgemeester van Veren, mevrouw van Montfrans. Mevrouw van Montfrans, een naam die u misschien wel bekend in de oren klinkt. Zij is ook vicevoorzitter van het CDA en maakt een goede kans, heb ik begrepen, om de heer Bukman op te volgen als voorzitter van het CDA. Wat doet nu de burgemeester van Veren hier, zou je kunnen zeggen? Wel, dat is duidelijk. Als je Neeltje Jans oprijdt, dan zie je een gemeentegrensbordje Neeltje Jans staan en daaronder staat gemeente Veren. En dit is het rode haar van juist Sarah Ferguson. Het haperde allemaal even, prins Andrew daarnaast. Ik moet natuurlijk nu zeggen de Duchess of York, want die titel heeft ze gekregen toen zij met prins Andrew in het huwelijk trad, zo'n maand of 2,5 geleden. Zij zijn hier op persoonlijke titel, Sarah Ferguson en prins Andrew. Dus niet als afgevaardigde van het Britse Hof. Prins Andrew, die zo u weet, of misschien ook niet, helikopterpiloot is bij de Britse marine, is zeer geïnteresseerd in maritieme werken. En heeft blijkbaar, gezien ook de relaties die er bestaan tussen beide koningshuizen, de wens te kennen gegeven om hierbij aanwezig te zijn.
En het is dus duidelijk dat hij zijn hertogin van York, Sarah, meeneemt. Zo, koning Boudewijn zonder strippenkaart. Sarah, prins Andrew, prins Willem-Alexander. Een niet alledaags beeld als je zo de bondspresident Richard von Weizsäcker van de Bondsrepubliek Duitsland de bus ziet nemen. De echtgenote van bondspresident von Weizsäcker, prinses Margriet. Enfin, u kent ze wel. Buiten zag u het bloemstuk op revers van een Colbert. En dat was ontegenzeggelijk de anjer van prins Bernhard. Minister Van den Broek stelt waarschijnlijk voor om een andere lijn te nemen van de bussen. Bondspresident von Weizsäcker in gesprek met prins Jean van Luxemburg en diens echtgenote. Zo ziet het de familie van Oranje. Gemoedelijk bij elkaar. Sommigen kunnen tête-à-tête zitten met een tafeltje in die bus. Dat kom je op lijn 24 meestal niet tegen. De minister-president. Vanuit de lucht ziet hij die helikopters staan en daarnaast, daar ter hoogte van al die cirkels, de landingsplaats, ook de autobussen waarmee het gezelschap nu naar de noordkant van het eiland boven in uw beeld zal rijden. Het merk van de autobus zal u ook niet ontgaan. Dan moeten we een stukje terugrijden in de richting van Noord-Beveland, zal ik maar zeggen. Om dan vervolgens onder een tunnel de hoofdweg erdoor te gaan en dan noordwaarts verder te rijden. Overal vlaggen hier. Nou, dat zijn werkelijk wel honderden vlaggen van de provincie Zeeland, de Nederlandse driekleur natuurlijk. Maar ook van de aannemerscombinaties, de Ostem en Dosbouw. En vooral veel vlaggen met daarop de tekst: Zeeland veilig. Decreet die na 1 uur op geld zal doen wanneer de symbolisch in ieder geval gedeeltelijke sluiting heeft plaatsgevonden en de stormvloedkering in gebruik is gesteld.
Het werkeiland Neeltje Jans heeft nu wel zeker een grote drukte te verwerken. Een topdrukte met 25.000 man. Maar over het algemeen is Neeltje Jans een aardige toeristische attractie. Veel mensen zijn hier komen kijken gedurende de bouw. Ik meen dat in de afgelopen 7 jaar er zo'n 2 miljoen bezoekers zijn geweest. En dat is, als je dat vergelijkt met de Efteling, al wel heel behoorlijk. Er zijn allerlei grote plannen met dit werkeiland Neeltje Jans. Er wordt wel gepraat van een recreatiepark of wat meer oneerbiedig een pretpark. Maar daar wil met name de commissaris van de Koningin, de heer Boertien, die we zojuist gasten zijn begroeten, absoluut niets van weten. Absoluut geen pretpark, zegt hij. Maar er zal zeker een toeristische attractie hier kunnen plaatsvinden. Dat vele toeristen zal kunnen trekken. Men denkt wel op 800.000 per jaar. Zo liet de filmmaker Louis van Gasteren gisteren weten. Die een bepaalde opzet voor ogen heeft voor datgene wat hier plaatsvindt. Uitgangspunten zullen dan toch moeten zijn de veiligheid voor de zeeën, verantwoord milieubeheer. En een toeristische ontwikkeling die past in het waterstaatkundig geheel. Hier zien we links de enige sluis, de verbinding die er dan is tussen Open Zee en de Oosterschelde. De camera wendt zich er nu net van af, maar dat is de verbinding met Open Zee. De zogenaamde Roompotsluis. En de Roompotsluis is genoemd naar de Roompot. En dat is het derde gat, de gleuf. Hier in de Oosterschelde. We hadden het al eerder over de Hammen, die in het noorden ligt. De Schaar, die zo dadelijk gesloten zal worden. En de derde is dan die Roompot. Ja, dat damvak Geul waar de bussen nu over rijden, dat is in feite het gedeelte van de kering dat in het oude plan al is aangelegd. Oorspronkelijk zou de Oosterschelde helemaal dicht gaan. En op de platen was het damvak Geul al gebouwd en zou de sluiting van de 3 sluitgaten die net genoemd zijn plaatsvinden. Dat damvak is nu in de stormvloedkering opgenomen en is dus het gedeelte wat niet open is. En dat kon ook vanuit hydraulische overwegingen. De omvang van dit werkeiland is wel van die aard dat die 25.000 mensen elkaar nog nauwelijks terugvinden. Ze staan een beetje bij kluitjes bij elkaar, zoals u ziet langs de route. En dat is daar waar iets te doen zal zijn. Waar de attracties te vinden zijn. En het zou best eens kunnen zijn dat Neeltje Jans in de toekomst toch een behoorlijke toeristische trekpleister zal worden. En nog vele bezoekers zoals deze je zal kunnen ontvangen. Ik noemde zijn naam al even, Louis van Gasteren, filmmaker, beeldend kunstenaar en vormgever. Die heeft een themapark ontwikkeld. Een verzameling van een waterhuishoudkundig en zeebiologisch museum zouden moeten komen. Een museum over de natuur in het Oosterscheldegebied. Een expositie over waterbouw en offshore. In ieder geval... Mensen die geïnteresseerd zijn in architectuur, deltawerken, waterhuishouding en natuur, zullen daar
hun aandacht op kunnen vestigen. Gisteren heeft Van Gastel zijn plan ontvouwd in Middelburg. Het plan om aerodynamisch gevormde koepels als een paraplu neer te zetten voor die voorzieningen die ik net noemde. Museum bijvoorbeeld. Ook zou er een polder moeten komen die 18 meter onder NAP ligt. En dat is dan de diepste polder van Nederland. Er moeten fonteinen komen die als het ware een visitekaartje zijn voor Rijkswaterstaat. Uitkijktoren, hydrobiologisch museum, kunstwerken, andere attracties. Enfin, het zou zo'n 135 miljoen gulden gaan kosten. Maar Van Gasteren die niet terugschrikt voor een goede uitspraak, zei de tijd is volgens mij rijp om wat speelser met de elementen om te gaan. Nieuw-Zeeland met de kapitale afronding van de deltawerken nooit meer onder water kan komen te staan. Af en toe stokt het beeld even uit de helikopter, dat ziet u, maar dat bent u wel gewend bij Tour de France reportages en dat soort zaken. Dan is de beeldverbinding even onderbroken. Dat is ook niet gek, want behalve die gigantische hoeveelheid PTT-verbindingen ten behoeve van deze NOS-televisieuitzending, zijn hier ook nog allerlei verbindingen voor, denkt u maar, aan de veiligheidsdiensten, die ook nog allemaal met elkaar communiceren. Het is wat dat betreft al een wonder dat ik tot u sta te praten. Je ziet u zo'n paraboolantenne die hier boven op het ingenieur Topshuis staat, die voor die vele verbindingen zorgt. Het is toch al een wonder dat u door mijn gepraat niet nog allerlei andere kreten zo af en toe hoort. Want ja, spiegelfrequenties spelen dan wel eens een rol. En dat betekent dat je ongewenste geluiden op niet gewenste kanalen, op kanalen krijgt die die geluiden niet van nodig hebben. Bussen zijn nu op de oprit naar de hoofdweg. Nogmaals, dat is dan de grote weg die over het werkeiland Neeltje Jans loopt. En zoals ik al opmerkte, dat wordt dan later de verbinding, ja, pakweg Walcheren-Schouwen. Wanneer de pijler dan zover klaar is dat daar boven een autoweg op is gebouwd. Die is nu nog niet klaar, dat wil zeggen de andere oever is wel te bereiken over de pijler dan, maar de autoweg als zodanig is nog niet klaar. Het zal wel zo zijn dat deze gasten die nu met bussen het noorden van het werkeiland rijden, straks via het zuiden van het eiland het weer af zullen rijden. En dan inderdaad over de pijler dan naar Noord-Beveland en vervolgens naar Walcheren over het Veerse gat zullen vertrekken. Ja, de vraag is waar nu de Franse president blijft. Dit is ook een KLM-Sikorsky, zie ik. En het lijkt me sterk dat hij daarin zou zitten. De bedoeling was dat president Mitterrand van Frankrijk zou arriveren met een Puma van het Franse leger. Uiteraard met een Franse helikopter. Nou, ik weet niet wie erin zit. Dat kom ik ook zo gauw niet te weten, maar onze camera daar houdt het wel in de gaten. Toch, de Franse president, daar is hij, in volle glorie, uit een helikopter van onze nationale luchtvaartmaatschappij.
Volgens de opgave die ik gehad had, was het zo dat de Franse president regelrecht uit Parijs zou komen. Ik zei het al, met een Frans helikopter. Puma van het Franse leger, maar dat is dus blijkbaar veranderd. Misschien heeft dat iets te maken gehad met de omstandigheden in de lucht rond Parijs. Enfin, er is in Parijs deze weken wel meer aan de hand die veranderingen van een reisplan zouden kunnen doen veranderen. De drie touringcars met hoge gasten staan nu bij de noordelijke kant van het werkeiland, daar waar de doorlaatbare pijlers van de schaar zitten. En daar is dan ook die eerste doorlaatbare pijler die straks door koningin Beatrix officieel in gebruik zal worden gesteld. Hier zullen de schuiven zakken. De bedoeling dat het gezelschap zich direct begeeft naar de pijlers. En dan vermoed ik dat de Franse president daar op een holletje achteraan komt. Nou, daar gaat het dan zo dadelijk gebeuren om 11:55. Het is inderdaad zo'n minuut of 4 lopen, schat ik. Vanaf het punt waar de bussen staan naar die eerste pijler, die S1. En dan is het zover. Dan gaat dat in vervulling wat een pagina grote advertenties in de ochtendbladen stond. Met een foto van de stormvloedkering. Voortaan hebben we Hans Brinkers niet meer nodig. Voor de goede orde, wie weet nog wel wie dat was, die Hans Brinkers. Trouwens, de advertentie zegt het ook. Nederland heeft nu iets beters dan een jongetje met zijn vinger in de dijk. De Oosterscheldedam is klaar. Het grote sluitstuk van de deltawerken ligt op zijn plaats. Iedereen die nog iets weet van de rampzalige overstroming in 1953 zal opgelucht ademhalen. Iedereen die iets begrijpt van waterwerken zal toegeven dat hier een uitzonderlijke prestatie is geleverd. Niet alleen voor Nederlandse begrippen, maar ook voor die van de rest van de wereld. Zelfs een land dat meer waarde hecht aan gezond verstand dan aan chauvinisme, kan daar trots op zijn. Daarom is het feest vandaag, zegt de advertentie. Natuurlijk hadden we u het liefst allemaal uitgenodigd. Om hoogstpersoonlijk de officiële opening mee te maken op het winderige werkeiland Neeltje Jans. Maar daar is het jammer genoeg een tikje te klein voor. We kunnen niet eens iedereen uitnodigen die feitelijk en soms lijfelijk heeft bijgedragen aan de realisatie van dit grootste en ambitieuze project. En dan stelt de advertentie ten slotte, maar we kunnen al die mensen wel van harte bedanken voor hun bijdrage en hun medewerking. En tot slot staat er, gelukkig zit u thuis bij de tv ook eerste rang. Nee, deze advertentie is niet aangeboden door de NOS, maar het is een publicatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat ten slotte nog concludeert, de deltawerken zijn klaar. Wel, u weet het, u zit op de eerste rang, dat mag je zeker zeggen, want ook al staan hier heel wat mensen. Het is maar een betrekkelijk klein groepje van opzichten van al diegenen die er belangstelling voor hebben, die hier van nabij kunnen aanschouwen. De kop van die eerste pijler waar koningin Beatrix straks de officiële ingebruikstelling zal verrichten. Wat is dit nu precies voor onderdeel van die pijler, André? Het is een onderdeel van de bewegingswerken van de pijler, van de schuif. Het staat bovenop de hamerstukken, zoals dat heet. En daar rust in feite de plunjer in, de grote lange koker die de schuif omhoog trekt. Overigens is het wel aardig om op te merken dat het Koninklijk Huis altijd erg veel belangstelling heeft gehad voor die deltawerken. En ook voor deze stormvloedkering. Er zijn diverse bezoeken geweest van zowel de prinsen als het koninklijk echtpaar in de diverse bouwstadia. Heel bekend was het bezoek van de koningin aan de bouwput. En ik heb het zelf mogen meemaken dat zij aan boord is geweest van de Ostrea bij een pijlerplaatsing. En het was een bijzonder aardige gebeurtenis om dat
Prins Klaus daar toen feitelijk weer als eerste naar buiten kwam. En constant zoek was tussen de computers. Erg leuke, plezierige herinneringen aan gehad. Was dat bij de plaats van de eerste pijler of was dat gewoon een van die andere 64? Nee, het was een van de andere 64 pijlers, want de koningin heeft een uitermate druk programma. En die kon alleen maar op bepaalde dagen. Ik zei het al dat iemand op een holletje achter het andere gezelschap aankomt. En dat is het Franse staatshoofd. Hier ziet u hoe president Mitterrand en zijn gevolg zich over de snelweg spoedt. Dat gaat wat sneller dan daar opzij en beneden. En president Mitterrand zal zich straks aansluiten bij het gezelschap dat hier zal kijken hoe koningin Beatrix de Oosterscheldewerken, deze stroomvoetkering, in gebruik zal stellen. Koningin wordt geflankeerd door de heer van Dixhoorn. Hij is de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Rood en blauw is aanwezig in de garderobe, zie ik nu het wit nog. De minister van Verkeer en Water. Jammer dat het nu nog niet is. Over 2 uur is het op zijn hevigst, hoor ik mevrouw Smit zeggen. Nou, zo krijgt koningin Beatrix uit de eerste hand van de verantwoordelijke bewindsvrouwen de informatie daarboven. Op de dorpel, zoals dat heet, dat is iets lager. Daar staan de andere gasten. Niet iedereen kan naar boven klimmen. Maar iedereen krijgt de gelegenheid om straks in de pijlen. Ik heb u al laten zien hoe daar een hele verkeerskoker is met allerlei apparatuur en leidingen. In die verkeerskoker een wasplaquette te tekenen. Zodat officieel gesigneerd wordt en vastgelegd wordt dat deze gasten hier geweest zijn bij deze opening. Daar ziet u de Franse president François Mitterrand. Een onmiskenbaar Frans militair persoon, schuin voor. Ja, u begrijpt dat zeker door de aanwezigheid van de Franse president. Vele Fransen vormen een doelwit de laatste weken, helaas. Dat zeker door de aanwezigheid van de Franse president de veiligheidsmaatregelen hier uitermate streng zijn. Iedereen is gevisiteerd en bagage onderzocht. Enfin, het lijkt net als hier het in ieder geval hier het centrum bij het Topshuis binnenkwam, alsof je op een soort vliegveld naar een uitgang moest spoeden. Maar zeker daar waar veel mensen bij elkaar komen, is dat vandaag de dag helaas altijd een moeilijke zaak. En vandaar uitgebreide veiligheidsdienst. Majesteit, bent u bereid iets te zeggen en de handeling te verrichten? U heeft het woord. Dat was de minister van Verkeer en Waterstaat. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Helemaal door dan. Ja, dan wachten we hier 2 seconden wachten. Het duurt even voor de techniek. Dat betekent dat die gaat. Heb ja, dit is. De handeling is verricht, maar Zeeland Veilig is, als je het symbolisch wil bekijken, nog even voorbarig. Want de hele gang van zaken, die stalen schuiven, duurt zeker 65 minuten. En pas tegen 1 uur zullen de stalen schuiven gesloten zijn. Door middel van het bedieningstableau op de schaar is een commando aan de computer van de S1, de schaar 1, gegeven. En dat signaal wordt dan via een datatransmissielijn naar de centrale computer in het